alles wat in ons dagelijkse drukke leven overkomt, gaat weer voorbij. En de dingen waarvoor we bang zijn, zijn op zichzelf niet goed of slecht. Het ligt er maar aan hoe we ze ervaren. Dat roept de vraag op of er een manier is om de dingen te ervaren die leiden tot blijvend geluk. En die ons niet bang maakt voor de wereld. Je kunt rijk en beroemd willen worden. Je kunt ook denken dat je gelukkig wordt van een lekker lui leven. Maar dat gaat allemaal weer voorbij. Zou het niet verstandiger zijn te zoeken naar geluk dat blijvend is? How are you? Hello, please meet you. Ruud van Bennen. Welcome to the Vatican Library. Now we wait for the vestibulo and I pick up the manuscript. Okay, let's go. Okay. Everything which is as excellent is as difficult as it is rare. So I'm not supposed to discuss the way in which it ended up here in the Vatican Library. That's true? Yes. Yeah. Okay. We hebben een wonderlijke ochtend achter de rug. We waren vanochtend te gast. U kunt misschien wel zeggen, we waren op audiëntie bij de Apostolische Bibliotheek van het Vaticaan. Daarover is maanden met die bibliotheek gecorrespondeerd, want die bibliotheek is in het bezit van een volstrekt uniek handschrift van Spinoza's hoofdwerk, de Ethica. Wij komen aan bij die bibliotheek en tegen eerder gemaakte afspraken in blijkt ineens dat we de tekst wel mogen laten zien. Maar er mag over de strekking van die tekst, over de herkomst van die tekst en over de schitterende ruimte van die apostolische bibliotheek, gedecoreerd door Vlaamse kunstenaars, niets zeggen. Dus moeten we wat we vanochtend zagen, nu aan het eind van de dag, toelichten. Wat hebben we gezien? Een uniek manuscript. Tot stand gekomen vlak nadat Spinoza de Ethica had afgerond. Die tekst zal pas begin 1678 in Amsterdam verschijnen. In heel kleine kring
circuleerden toen al afschriften. Dit was een van die afschriften. Dat is het enige dat we nu nog over hebben. Het werd gemaakt voor een rijke Duitse baron die goed bevriend was met Spinoza en die dat manuscript bij zich had toen hij op reis hier in Rome een andere oude vriend van Spinoza tegenkwam. Nicolaas Stenson, een oud student medicijnen uit Leiden die in 1669 plots katholiek was geworden en snel was geklommen in de rangen van het Vaticaan. Op de een of andere manier slaagt die Stenson erin dat afschrift van Spinoza's Ethica aan die baron te ontfutselen. En hij levert het in bij de congregatie van de geloofsleer. Met een stevige waarschuwing. Ergens in dat natte, winderige Amsterdam heeft een afvallige Jood een atheïstisch systeem in elkaar gestoken dat als een infectie om zich heen zou kunnen grijpen. Eén ding is zeker. Die tekst is hier heel goed bewaard gebleven en er wordt goed voor gezorgd. Het is prachtig gerestaureerd en we hebben het mogen inkijken. Maar erover praten in de Vaticaanstad is kennelijk nog steeds een probleem. Rome is natuurlijk niet alleen het centrum van de Rooms-Katholieke Kerk. Juist in Spinoza's tijd gaan steeds meer Europese geleerden naar Rome en naar klassieke cultuur terugkijken als een mogelijk alternatief voor die christelijke traditie. Spinoza leest als jongeman Cicero, Tacitus, Seneca. Dit schijnt het graf van Seneca te zijn. Aan de Via Appia. Een van de grote snelwegen door dat antieke Romeinse Rijk. Daar ligt Rome. 500 kilometer die kant op. Brindisi. Dit was een van de levensaders van het Romeinse Rijk. Tegelijkertijd is het een dode akker. Vooraanstaande Romeinen vonden het kennelijk deftig hier begraven te worden. Dus zeker hier aan het begin vind je overal de resten van grote grafmonumenten. Leven en dood komen hier dicht bij elkaar. In Spinoza's werk vind je dat terug. Want Spinoza was erg onder de indruk van wat die Romeinen schreven over de staat, vrijheid, geluk. Een van de beroemdste frases van Cicero luidde dat filosoferen betekent je voorbereiden op de dood. En het is alsof Spinoza daar een commentaar op geeft wanneer hij in de Ethica schrijft: een wijze denkt niet aan de dood, maar aan het leven. Spinoza wordt op 24 november 1632 in Amsterdam geboren in een Portugees-Joods gezin en hij krijgt de roepnaam Bento. Baruch, de Hebreeuwse vertaling van Bento, is de naam waaronder hij wordt ingeschreven. Bento gaat naar de Joodse school waar hij les krijgt van de beste rabbijnen over de Bijbel en de Joodse wetten. En hij leert de geschriften zoals beschreven in de Talmud en de Torah. Bento toont zich een briljant leerling en is met talenten gezegend. Een jongen die het al gauw denkt beter te weten. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken.
Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde, over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen: wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde, breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Ook zei God: hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde. Dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren. De rabbijn spreekt mooi en gepassioneerd, maar dit zijn geen goddelijke woorden. Ik hoor en zie zoveel sporen van mensenwerk dat de heilige teksten van de Joden onmogelijk het werk van God kunnen zijn. Het zijn mijns inziens eerder producten van de menselijke verbeelding, gewoon fantasie. Waar komen al die oude heilige boeken eigenlijk vandaan? En waarom zouden we daaraan gehoorzamen? Nee, ik heb het gevoel dat God iets heel anders moet zijn dan wat de rabbijnen mij hier in de synagoge proberen wijs te maken. Spinoza's ouders waren vluchtelingen. Joodse vluchtelingen. Afkomstig uit Portugal bereiken zij via Spanje en Frankrijk Amsterdam. Amsterdam is een verdraagzame stad, een van de weinige steden in Europa waar Joden worden geduld. In Amsterdam vestigt de familie Spinoza een bedrijf dat handelt in zuidvruchten, olijfolie, rozijnen. En aanvankelijk gaan de zaken goed. Wel verliest Spinoza zijn moeder wanneer hij 6 jaar oud is. Langzaam maar zeker zit het zakelijk tegen. Wanneer zijn vader overlijdt, Spinoza is dan 21, dreigt het bedrijf failliet te gaan. Maar Spinoza bedenkt een list. Hij doet een beroep op Hollands recht. Dat stelt hem in staat zich minderjarig te laten verklaren. Zodat hij de failliete erfenis niet hoeft te accepteren. Mogelijk heeft dit besluit tot grote woede aanleiding gegeven binnen de Joodse gemeenschap. Maar mogelijk is ook dat hij precies in deze periode, jaren 50, 17e eeuw, zijn eerste contacten opdoet met Amsterdamse vrijdenkers als Franciscus van den Ende, Adriaan Coerbach en zijn latere uitgever Jan Riewerts. Het is goed mogelijk dat Spinoza de rabbijnen dwars zit met lastige vragen over de autoriteit en het bestaan van God. Maar zeker weten doen we dat niet. Vast staat wel dat de Portugese gemeenschap genoeg heeft van de jonge Baruch. Op 27 juli 1656 is de maat vol en spreekt het bestuur van de gemeente de ban uit over de pas 23-jarige Spinoza. Vervloekt zij hij bij dag en vervloekt bij nacht. Vervloekt bij zijn liggen en vervloekt bij zijn opstaan. Vervloekt bij zijn uitgaan en vervloekt bij zijn ingaan. Nimmer mogen God hem vergeven. En de woede van God en zijn ijverzucht zullen voortaan op deze mens branden. En God zal zijn naam verdelgen van onder de hemel. Zo klinkt de inleiding van de banvloek nog steeds na al die eeuwen. Wat uiteindelijk de doorslag gegeven heeft voor het uitspreken van de ban, daarover blijven wij onzeker. Er was een zekere spanning die voortkwam uit het feit dat ideeën van Spinoza onrust zouden kunnen wekken binnen de Joodse gemeenschap, maar ook daarbuiten. En het bestuur van de Joodse gemeenschap had de verantwoordelijkheid ten opzichte van de regent van Amsterdam voor het handhaven van de innerlijke rust binnen de Joodse gemeenschap. En het was te verwachten dat ideeën van Spinoza onrust zouden wekken binnen, maar ook buiten de Joodse gemeenschap. En dan was er nog de zaak van de afwikkeling van de erfenis van de vader van Spinoza. In ieder geval weten wij dat Baruch Spinoza zelf niet aanwezig geweest is bij het uitspreken van de ban.
Baruch aanvaardt zonder problemen de verbanning als logische consequentie van zijn denken en opvattingen. Hij snijdt zijn wortels door en verruilt zijn Joodse voornaam Baruch voor de Latijnse naam Benedictus. Zijn vrienden noemen hem Bento. In Amsterdam, op afstand de machtigste stad van de Nederlandse Republiek, wordt op 29 juli 1655 het grootste en meest prestigieuze bouwwerk van de Gouden Eeuw geopend. Het Stadhuis van Amsterdam. Tegenwoordig noemen we dit gebouw het Paleis op de Dam. In de volksmond werd het het achtste wereldwonder genoemd. Kijk mij lopen rond aarde en heelal. Is dit grootheidswaanzin? Mag de mens over de natuur heersen? Denkt hij gelijk te zijn aan de natuur, aan God? Is dat zijn plaats? Waar komt dit denken, dit beeld toch vandaan? En waar zal deze kortzichtigheid toe leiden? Denkt de mens hierdoor het geluk te vinden? Nee, dit kan het niet zijn. Maar wat dan wel? Waarnaar moet ik zoeken? Ik denk, willen wij de plaats van de mens leren kennen, dat we eerst de natuur moeten leren begrijpen. Na zijn verbanning uit de Joodse gemeenschap trekt Spinoza in bij Franciscus van der Ende. Een opmerkelijke man. Afkomstig uit Antwerpen, voormalig jezuïet, had een tijd een kunsthandel gedreven in Amsterdam. Maar nu, tweede helft jaren 50 van de 17e eeuw, stond hij aan het hoofd van zijn eigen Latijnse school. Spinoza wil Latijn leren. Dat had hij in zijn Joodse opvoeding niet gekregen en Latijn had je nodig. Wilde je iets weten van de wetenschap en de filosofie van die tijd. Alles wijst erop dat zich rond Van den Ende en Spinoza een kring van vrijdenkers begint te vormen. Amsterdamse vrijdenkers als Lodewijk Meijer en de gebroeders Courbach. En de filosoof die hen de weg wijst is een Fransman, René Descartes. Die in de eerste helft van de 17e eeuw lang in de Republiek had gewoond en gewerkt en die niets minder dan een revolutie had afgekondigd in de filosofie. Hij had een mechanistisch wereldbeeld gelanceerd. De wereld bestond volgens Descartes uitsluitend uit materie, rust en beweging. En die wereld zou uitsluitend in wiskundige termen beschreven kunnen worden. Een idee dat Spinoza sterk moet hebben aangetrokken. Het is ook in deze periode dat hij de dioptriek ontdekt, de leer van de breking van het licht. Hij zal later als lenzenslijper de kost verdienen. Misschien wel het belangrijkste is dat Spinoza juist in deze periode het doel van zijn filosofie begint te formuleren. Wat is dat doel? Waartoe dient de filosofie? Eigenlijk heel simpel. Spinoza stelt zich de vraag hoe. Onder welke voorwaarden bereik ik echt blijvend geluk? Door zijn kritische houding heeft Spinoza vijanden gemaakt. Het verhaal gaat zelfs dat een onbekende man hem op straat met een mes zou hebben aangevallen. Of dat echt gebeurd is, is niet zeker, maar het geeft wel aan dat er wel degelijk gevaar moet hebben bestaan voor Spinoza. Hij moest zeer waakzaam zijn. Spinoza beseft dat het beter is om Amsterdam te verlaten. Maar ook wil hij ontsnappen aan het rumoer en de drukte van de stad. Een nieuw leven wacht. Hij laat zijn broer en zus achter in Amsterdam en bezoekt voor het laatst de graven van zijn ouders in Oudekerk aan de Amstel.
zonder schaamte, over de banvloek, neemt hij afscheid van zijn vader en moeder. Des te beter. Men dwingt mij niet tot iets wat ik niet uit eigen beweging gedaan zou hebben. Tenminste, als ik niet zo bang was geweest in opspraak te komen. En ik troost mij met de gedachte dat mijn uittocht onschuldiger is dan die van de oude Joden uit Egypte. Al weet ik net zo min als zij waarvan ik zou moeten leven. Ik heb geen mens iets afgenomen. En hoe onrechtvaardig men mij ook mag behandelen, ik ben er trots op dat men mij niets heeft te verwijten. Maar als ze het zo wensen, zal ik met blijdschap de weg gaan die voor mij ligt. Let me see just who I will become. Don't let me falter, don't let me hide, don't let someone else decide just who or what I will become. De banvloek heeft Spinoza niet alleen verbannen, maar ook bevrijd. Hij kan nu alle kanten op en is verlost van de benauwenis van de Joodse gemeenschap. Eindelijk heeft hij meer ruimte om antwoorden op zijn eigen vragen te vinden. Daarbij maakt hij gebruik van de zuivere reden, het zuivere verstand die hem de weg moet wijzen. In 1660 verhuist Spinoza met het weinige dat hij bezit per trekschuit naar het stille en veilige Rijnsburg. Daar wonen nog meer vrijdenkers en het is nog geen uur lopen naar Leiden. Wonen op een korte afstand van Leiden is niet geheel onbelangrijk, omdat hij weet dat hij daar op de Universiteit van Leiden kennis op kan doen bij natuurwetenschappers. Dames en heren, het cortège. De Universiteit van Leiden is in de 17e eeuw een van de beste van Europa. Vooraanstaande geleerden geven hier college en behandelen het voor Spinoza al bekende werk van Descartes. Volgens Descartes is het verstand, de reden, in staat de wereld tot in het kleinste detail te leren kennen, omdat het in zijn optiek een mechanische wereld is. Deze manier van denken wordt gebruikt in de vakken metafysica, natuurfilosofie en geneeskunde. Juist die vakken waarin Spinoza zo in geïnteresseerd is om tot zijn eigen filosofie en mensbeeld te komen.
deze kleine kliertjes het geheim van het leven verborgen zitten. Spinoza raakt bevriend met de Deense anatomische onderzoeker Niels Stensen. Stensen zoekt naar de oorsprong van lichaamswarmte, wat de bron van het leven zou moeten zijn. En dat hart is als een pomp en niet als een kacheltje, zoals Galenus dacht. Hij zoekt in structuren van bloedvaten, zoals die in de lever goed zichtbaar zijn. Wetenschappelijke onderzoekingen werden heel vaak gewoon bij de geleerden thuis op tafel uitgevoerd. Ook de hersenen worden onderzocht. Bijvoorbeeld in de pijnappelklier, waarin men veronderstelde dat lichaam en ziel bij elkaar kwamen. De menselijke hersenen zijn in feite het centrale commandocentrum van ons lichaam. Maar je zou ook kunnen zeggen van ons hele leven. Het is bovendien een van de meest complexe structuren in het ons bekende universum. Achter dat benig omhulsel van ons schedeldak, waar ons brein ligt opgeslagen, daar bevinden zich zo'n 80 miljard zenuwcellen. Elk met wel 1000 uitlopers, verbindingen naar andere zenuwcellen. En al die verbindingen bij elkaar, die beslaan zo'n 100.000 kilometer. Dus op de rug van een zenuwimpuls kun je 2,5 keer de wereld om. Onze hersenen, dat zijn hele bezige baasjes. Ze regelen onze bloeddruk, basale lichamelijke functies. Ze regelen onze lichaamstemperatuur. Maar ze zorgen er ook voor dat we de informatie uit de buitenwereld opnemen en in ons geheugen kunnen opslaan. Zodat we bijvoorbeeld ons kunnen herinneren wat we gisteren gedaan hebben. En ook kunnen plannen wat we morgen gaan doen. We kunnen erover praten. We kunnen er gevoelens bij hebben. Voor al die functies, voor al die centrale aspecten van het menselijk bestaan zijn onze hersenen cruciaal en belangrijk. Sommige mensen menen dat wanneer je meer kennis opdoet en meer begrijpt van hoe de werkelijkheid in elkaar zit, dat je dan ook de verwondering daarover verliest, dat je je niet meer verwondert over het bestaan. Het leven krijgt juist door het feit dat we kennis verzamelen en kennis vermeerderen, levert dat alleen maar meer verwondering en meer waardering op voor hoe complex en mooi en prachtig het in elkaar zit. En ook Spinoza huldigde die opvatting. De Bijbel zegt op sommige plekken wel wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart. Maar volgens Spinoza is het zo dat kennis bijdraagt aan een gelukkiger bestaan en aan een betere samenleving. Nu zijn er wetenschappers die de kosmos in willen om de oorsprong van het heelal te kunnen ontdekken. De neurowetenschappers, de hersenwetenschappers van vandaag, die willen eigenlijk de microcosmos in van het menselijk brein. Om te zien hoe dat werkt, hoe dat in elkaar zit, hoe geraffineerd dat op elkaar is afgesteld. Je zou dus kunnen zeggen dat de hersenwetenschappers de astronauten zijn van de 21ste eeuw. Een andere vraag die je kunt stellen, bestaat er dan nog wel zoiets als de vrije wil? Een vrije wil die mijn hersenen aanstuurt en tot gedrag leidt. Spinoza twijfelde al aan het bestaan van de vrije wil, maar ook in de hersenwetenschappen is er reden om daar aan te twijfelen. Bijvoorbeeld, als ik nu zou besluiten, geheel uit vrije wil, mijn arm te bewegen, hup, daar gaat hij, dan kan ik laten zien dat er hersenactiviteit is die voorafgaat aan die vrije wil. En dus is die vrije wil niet de oorzaak van die beweging, maar is er iets anders in de hersenen dat die beweging veroorzaakt. Het is toch eigenlijk verbazingwekkend dat ruim 350 jaar geleden Spinoza daar al achtergekomen was. Dat de mens door natuurwetten bestuurd wordt. En dat niet door allerlei proeven te doen, maar door dat probleem conceptueel te analyseren. Of anders gezegd, door gewoon zijn verstand te gebruiken.
Spinoza lijkt rust te hebben gezocht. En stilte, zoals die hier heerst in de Hortus Botanicus van de Universiteit van Leiden. Rust en stilte om na te denken. Om te begrijpen. Iets begrijpen wil volgens Spinoza zeggen er de oorzaak van leren onderscheiden. Alles wat bestaat heeft een oorzaak en is zelf weer oorzaak van nadere gevolgen. En mensen zijn volgens Spinoza op zijn best als zij iets begrijpen. Al op jeugdige leeftijd lijkt hij ook de conclusie te hebben getrokken dat in dat begrip de weg schuilt naar het geluk. Kennis is altijd goed. Goed voor onszelf en voor de samenleving, om oorzaken en redenen onder ogen te zien van de dingen die ons overkomen. Het helpt je niet kwaad te worden, te spotten en te schelden wanneer iets je niet bevalt. Niet veroordelen, maar begrijpen. Wie iets begrijpt, kan het misschien ook veranderen. Er wordt over Spinoza veel gesproken, of liever gezegd geroddeld. Hier in Rijnsburg woont een verbannen Jood, een atheïst, die het Oude en Nieuwe Testament aan zijn laars lapt en van hetzelfde gewicht acht als de Koran, de Torah of sprookjes. Het gekke is dat de man overigens zeer integer schijnt te zijn en geen crimineel. Om de kost te verdienen slijpt Spinoza lenzen voor telescopen en microscopen en bouwt hij optische instrumenten. Hij staat bekend om de kwaliteit van zijn lenzen. De Duitse filosoof en wiskundige Leibniz noemt Spinoza een uitmuntend opticus die voortreffelijke kijkglazen vervaardigt. Het lenzenslijpen doet Spinoza niet alleen voor het geld, maar ook om de microverschijnsel op biologisch en scheikundig gebied te kunnen bestuderen. Zoals hij ook de mens wetenschappelijk bestudeert. Op een objectieve manier kijkt hij naar de mens zoals die werkelijk is en niet zoals je zou willen dat hij is. Het draaien en slijpen van lenzen is een intensieve, rustige bezigheid die discipline en geduld vergt. Een bezigheid die volmaakt past bij Spinoza's temperament. Maar voor zijn lichamelijke gesteldheid is het lenzenslijpen erg slecht. Het glasstof dat hij inademt doen zijn toch al zwakke longen geen goed. Spinoza slijpt niet alleen lenzen. Hij slijpt ook zijn ideeën. Begin jaren 60... begint hij hier in Rijnsburg aan zijn hoofdwerk, de ethica. Wat hij in Leiden leert, moet hem bevestigd hebben in twee van de grote uitgangspunten van dat boek. Het eerste luidt dat er niet zoiets is als een macht, laat staan een persoon, buiten of boven de natuur. De tweede gedachte luidt dat de mens evenmin boven of buiten de natuur bestaat. Mensen zijn natuurlijke wezens vormen een integraal onderdeel van diezelfde natuur. Hij vat die natuur op als een oneindig kausaal netwerk. Alles wat bestaat heeft een oorzaak en is zelf weer een oorzaak voor nadere gevolgen. Alles wat gebeurt, gebeurt precies zoals het moet gebeuren. Voor een vrije wil is in zo'n filosofie niet echt plaats. Toch is het sleutelidee van de ethica dat een zekere vrijheid mogelijk is. Die vrijheid zou je kunnen verwerven door inzicht te krijgen. Wanneer je als mens een redelijk inzicht verwerft, wanneer je rationeel leert begrijpen waarom je reageert op de dingen
zoals je reageert, dat daarin een zekere vrijheid te realiseren valt. Een zekere autonomie en het hoogste geluk. De manier waarop Spinoza deze gedachte formuleert is heel bijzonder. De ethica is meetkundig samengesteld. Dat wil zeggen, hij begint met definities en axioma's. En ieder onderdeel van zijn filosofie, alle verschillende proposities, worden wiskundig bewezen. Terwijl hij aan het werk begint, realiseert hij zich heel goed dat de manier waarop hij naar God, de natuur en de mens kijkt, scherp afwijkt van de manier waarop zijn tijdgenoten dat doen. En hij is al snel op zijn hoede. In zijn filosofie is geen plaats voor een voorzienige God, voor een mens met een eigen vrije wil. Spinoza beseft dat strenge Calvinisten hem in de gaten houden. Hij moet dus behoedzaam te werk gaan. Dus verschijnt er tijdens zijn leven maar één boek onder zijn eigen naam. Wie dat boek goed leest, ziet tussen de regels door Spinoza's eigen filosofie ontstaan. Van dat boek, die inleiding op de filosofie van Descartes, verschijnt in 1663 een versie in het Latijn. Een jaar later verschijnt het boek ook in het Nederlands. We zijn hier in Voorburg, in de Kerkstraat. Ergens in deze straat vindt Spinoza onderdak. We weten niet precies op welk adres, maar dat moet geweest zijn bij de meesterschilder Tiedeman. Voorburg is een interessante plek voor Spinoza. Daar is de Vliet. Komt de trekschuit vrijwel aan om de hoek. Daar is de kerk. En het is vlakbij Den Haag, waar Spinoza als spoedig een nieuw, interessant netwerk zal opbouwen. Van nieuwe vrienden en bekenden. En het is Tiedeman die hem introduceert bij wat dan heet de betere kringen van Voorburg. Mensen die, zoals een bron uit die tijd zegt, graag met hem omgingen en redeneerden. Spinoza zal al snel betrokken raken bij een lokaal conflict. Een conflict dat zich afspeelt rond die kerk, waar een nieuwe predikant moet worden benoemd. In december 1664 verlaat Spinoza hals over kop Voorburg vanwege de uitbraak van de zeer besmettelijke pest. In Schiedam vindt hij bij vrienden een veilig onderkomen. Niet alleen Voorburg, maar heel Europa wordt getroffen door de pest, overgebracht door rattenvlooien. Overal sterven mensen bij bosjes. Alleen al in Amsterdam vielen er in die jaren tienduizenden doden. Maar even plotseling, als de pest is verschenen, verdwijnt hij ook weer. Spinoza keert terug naar Voorburg in februari 1665. Hier in Voorburg moet een nieuwe predikant worden benoemd. Onmiddellijk breekt een strijd los. Een conflict tussen de meer liberale, vrijzinnige factie van die gemeente hier en de meer conservatieve.
Spinoza's huisbaas, Tiedeman, hoort duidelijk bij die liberale factie. En onmiddellijk wordt Spinoza's naam geassocieerd met die vrijzinnige groep. Hij wordt genoemd een kwalijk instrument van de Republiek. Hij wordt uitgemaakt voor atheïst. Een zeer ernstige, zware, gevaarlijke beschuldiging. De Republiek was een succes, was rijk en machtig, werd bewonderd in heel Europa, maar achter dat succes gingen ernstige spanningen schuil. Godsdienstige spanningen, zoals die ook hier in Voorburg worden uitgevochten, en politieke. Die twee hebben alles met elkaar te maken. In de regel is het zo dat de conservatieve vleugel ijvert voor de terugkeer van de Oranjes als stadhouder. Johan de Witt, raadspensionaris, wil daar niets van weten. Als het aan hem ligt, hij is de hoeder van de ware vrijheid, zal er nooit meer een Oranje als stadhouder aantreden. De Wit zet de Oranjes buitenspel en de regenten trekken alle macht naar zich toe. Het waren jaren vol internationale spanningen met Frankrijk, Engeland en Portugal. Tot overmaat van ramp breekt in 1665 een oorlog uit tussen de Republiek en Engeland. De Engelsen behalen verpletterende overwinning op de Nederlandse vloot. Er breekt onrust uit onder de bevolking. Maar in 1666 keert het tij met hulp van Frankrijk en Denemarken. Engelse havens worden geblokkeerd, Engelse schepen veroverd en in beslag genomen en de kolonie in Oost-Indië veroverd. Engeland tekent moreel en financieel gebroken de Vrede van Breda. Zij mogen New York behouden, maar worden gedwongen andere belangrijke en winstgevende koloniën aan Holland terug te geven. De tegenstellingen in de Republiek worden steeds scherper. Johan de Witt pleit voor de ware vrijheid. Wordt geassocieerd met dat liberale, we zouden nu zeggen tolerante bewind. De tegenstanders van het bewind van Johan de Witt, het bewind van de ware vrijheid, roeren zich steeds luidruchtiger. Orthodoxe predikanten roepen steeds luider om een einde aan die vrijheid. Om een terugkeer van een Oranje als stadhouder. Spinoza is duidelijk een voorstander voor een vrijheid van spreken, een zo groot mogelijke vrijheid van meningsuiting. En die spanningen binnen de Republiek gaan hem persoonlijk raken. Want een van zijn beste vrienden en een van de mensen die hij ook duidelijk heeft beïnvloed, Adriaan Coerbach, probeert vanuit de vrijplaats Culemborg in Utrecht een boek uit te geven. Waarin hij allerlei spinozistische ideeën heeft verwerkt. Zoals de gedachte dat de Bijbel een belangrijk boek is, maar wel mensenwerk. Het idee dat de drie-eenheid een verzinsel is. En dat Jezus een heel bijzonder leraar was, maar natuurlijk niet letterlijk de zoon van God. Dat boek zal nooit worden uitgegeven. De drukker van dat boek raakt in paniek wanneer hij zich realiseert wat hij eigenlijk aan het drukken is en verraadt de auteur. Coerbach slaat op de vlucht. Belandt uiteindelijk op een zolderkamer in Leiden, waar hij wordt gearresteerd en in triomf wordt teruggevoerd naar Amsterdam. Waar hij wordt veroordeeld en als een misdadiger in de gevangenis gesmeten. Een paar maanden later, 1669, komt hij daar te overlijden. Arm, arm Holland. Weg is de tolerantie, weg is de verdraagzaamheid. Waarom mensen omvormen tot getemde beesten of volgzame slaven? Dat kan niet de bedoeling zijn. Nee, het doel is mensen in staat te stellen hun lichamelijke en geestelijke vermogens ongehinderd te ontwikkelen, zodat ze in vrijheid hun verstand kunnen gebruiken. Alleen in een samenleving met redelijk denkende burgers zijn we elkaar niet vijandig gezind en bestrijden we elkaar niet achterbaks uit haat of woede.
Weg met de politieke macht van de godsdiensten. Democratie wil ik, waarin godsdiensten aan wetgeving gehouden zijn. En een samenleving waarin vrijheid van meningsuiting en vrijheid van denken gewaarborgd is. Het doel van de staat of politiek is daarom vrijheid creëren. Vrijheid maakt een samenleving uiteindelijk sterker en gunt iedereen een plaats. Iedereen. Registrato, filmato nel corso di tutta la giornata, qui in postazione sono arrivate notizie di scontro. La facciamo sentire importante. Pardon, je viens vous demander pardon pour tous les hommes qui n'ont jamais appris le verbe aimer, qui n'ont jamais compris la force de l'amour, la beauté de la vie. Pardon, au nom de tous les hommes qui ne savent pas aimer. Oh, pardon, au nom de tous les hommes qui n'ont jamais. Spinoza moet woedend zijn geweest over de dood van zijn vriend Kurbach. Woest en verdrietig. Maar hij verwerkt die emoties in een boek waaraan hij al in 1665 is begonnen. De Tractatus Theologico Politicus. Dat boek is dus voor een deels van God geleerde aard en voor een deels staatkundig. Hij pleit in dat boek voor de vrijheid van filosofie. En hij laat zien hoe gevaarlijk het is om geestelijke, theologen, dominees politieke macht te geven. De macht van de kerk dient onderworpen te zijn aan de macht van de staat. Zo betoogt Spinoza. Vooral de manier waarop het gezag van de theologie, de status van de Bijbel in dat boek wordt gerelativeerd, zet kwaad bloed. Weer gaat Spinoza voorzichtig te werk. Hij publiceert het boek in Amsterdam in 1670 anoniem. En dan zogenaamd in Hamburg bij een zekere Henry Coenraad. Maar al binnen enkele weken wordt het geheim verklapt. Iedereen weet wie de auteur is. En er komt een storm van protest. In heel de Republiek, maar vooral in Holland, beginnen lokale kerkenraden bij plaatselijke regenten aan te dringen op maatregelen tegen de verdere verspreiding van dit godslasterlijke geschrift. De Amsterdamse kerkenraad schrijft dat hier sprake is van een werk geschreven door een afvallige Jood, samen met de duivel geschreven en uitgegeven met medeweten van Johan de Wit zelf. Ook in het buitenland
begint een stroom van weerleggingen te verschijnen. Maar aanvankelijk aarzelen die lokale regenten op dit verzoek in te gaan. Pas in 1674 zullen de Staten van Holland en West-Friesland de Tractatus Theologico Politicus officieel verbieden. In sommige steden, zoals in Leiden, is het boek dan al niet meer te krijgen. Het is opvallend hoe fel juist in het academisch milieu op dit boek wordt gereageerd. Het zijn uitgerekend de Cartesianen die zelf belang hebben bij die vrijheid van filosofie, die onder geen beding met deze atheïst wensen te worden geassocieerd. Spinoza gaat hen veel te ver. Spinoza zal in de toekomst nog voorzichtiger moeten zijn. Hij heeft een lakzegel waarmee hij al zijn brieven stempelt. Daarop staat te lezen caute, Latijn voor wees voorzichtig. In Voorburg, op 5 minuten afstand van Spinoza's huis, ligt Hofwijk, het buitenhuis van de familie Huygens. Hier zoekt Spinoza regelmatig de geniale natuur- en wiskundige Christiaan Huygens op. Wat hen verbindt, is het slijpen van lenzen. Huygens heeft een sterke voorkeur voor de lenzen van Spinoza. De lenzen die de Jood uit Voorburg in microscopen aanbrengt zijn fantastisch gepolijst, zo schrijft hij zijn broer. Maar er is meer, namelijk de belangstelling van allebei voor natuurkundige verschijnselen. Wat hen scheidt, is hun afkomst. Christiaan is een Hollandse aristocraat. Spinoza is een Jood uit een Portugees koopmansgeslacht. En Huygens is een aanhanger van de Oranjes, terwijl Spinoza een overtuigd republikein is. Maar de wetenschap is sterker. Samen onderzoeken en bespreken zij de macrowereld, die Spinoza sterkt in het idee dat de mens onderdeel vormt van één groot geheel. De natuur. Wat zou ik daar graag bij geweest zijn, bij die twee grote geleerden in de 17e eeuw achter hun telescoop. Wat een sensatie om te horen wat ze tegen elkaar zeiden, want geleerden zeggen vaak meer dan ze opschrijven. De een een briljant wis- en natuurkundige en de ander een radicale filosoof en allebei grote onderzoekers. Met een hele scherpe manier van kijken. De een naar het heelal buiten de mens en de ander naar de gedachten in de mens. Wat voor andere mensen heel gewoon leek, zoals een ster of een gedachte, zagen zij als heel bijzonder. Maar hun manier van onderzoeken, hun manier van denken, riep ook vragen op. Vragen naar de werking van de dingen. Vragen naar de werking van gedachten, naar hun aard, naar hun oorsprong. En zonder ophouden zochten zij naar het antwoord op die vragen. En juist in dat zoekende, in dat vragende, in dat alsmaar op zoek naar de waarheid, daarin vonden zij elkaar. Huygens en Spinoza woonden vlak bij elkaar hier in Voorburg. En ze bespraken onder andere hun zelfgeslepen lenzen. Want lenzen slijpen in die tijd was buitengewoon moeilijk. Vooral vanwege het glas. Het glas in een gewoon potje pindakaas is van betere optische kwaliteit dan het glas dat Huygens en Spinoza konden krijgen. Met hun zelfgemaakte lenzen
konden zij veel beter kijken dan alleen maar met het blote oog. Met telescopen, het heelal in en met microscopen in de wereld van het kleine. Kijk, dit is zo'n microscoopje. En met die zelfgemaakte kleine lensjes zagen ze in een druppel slootwater een heel heelal van kleine dierkens, zoals Huygens ze noemde. Christiaan Huygens was geen gewoon genie. Een gewoon genie is iemand zoals u of ik, alleen dan 100 keer slimmer. Nee, Huygens was een wetenschappelijke tovenaar, een magier. Zelfs als je leest wat hij schrijft over zijn onderzoek, dan is het nog een compleet raadsel hoe hij op die ideeën is gekomen. Huygens keek met zijn zelfgebouwde telescoop naar de planeet Saturnus. Dat was een hele rare planeet, waarvan Galilei had gezien dat het een soort vage bol is met een paar vage uitsteeksels, een paar oren. Dat konden geen maantjes zijn, want dan zouden ze veranderen, en dat deden ze nu juist niet. Maar wat was het dan wel? Door ijverig waarnemen ontdekte Huygens een satelliet, een maantje van Saturnus, dat later Titan genoemd werd. En hij merkte op dat het baanvlak van Titan in dezelfde richting ligt als die oren, die uitsteeksels van Saturnus. En ik denk haast dat hij toen heeft gedacht, dat kan geen toeval zijn. Die uitsteeksels van Saturnus zijn ook dingen in banen. Maar dan niet een enkel satellietje waarvan je kunt zien dat het beweegt, maar iets dat de planeet helemaal omringt. Een ring om Saturnus. Zijn studie van het heelal overtuigde Huygens dat de aarde eigenlijk niets bijzonders is in het heelal. Volgens hem zouden er nog veel meer planeten moeten zijn, mogelijk zelfs met leven, rondom andere sterren dan de zon. Wat zou Huygens het spannend gevonden hebben om hierbij te zijn? Niet kijken door zo'n klein zelfgeslepen lensje, maar zo'n grote spiegeltelescoop, waarmee we van alles hebben ontdekt over het heelal. Voornamelijk, het heelal bestaat uit deeltjes, ruimte en tijd. Maar wat die met elkaar te maken hebben, dat hebben we nog niet precies begrepen. Dus ook voor ons zou het fantastisch zijn als Huygens hiernaast kon staan en ons helpen in ons onderzoek met zijn gigantische talent en zijn gigantische intellect. Want wetenschap gaat eigenlijk niet over weten. Wetenschap gaat voornamelijk over onderzoek. En dat wil dus zeggen niet zozeer kennis, maar wel begrijpen. Het grote verschil tussen Huygens en Spinoza is dat Huygens zich richtte op het heelal en Spinoza op de mens. En Huygens vroeg zich af, hoe werkt het? Wat is het mechanisme van het heelal? En hij had daarbij een heel bijzondere manier van werken. Je hebt een waarneming en je ziet daar iets bijzonders aan. En een opmerkzame onderzoeker die zegt dan, ik zie iets speciaals. Daar moet je een verklaring voor hebben, een mechanisme. En als je dat mechanisme denkt te begrijpen, dan kun je een voorspelling doen. En op grond van die voorspelling kun je dingen voorspellen die je nog niet gezien hebt, maar die het gevolg zijn van dat mechanisme. Op deze manier werkte Huygens en zo werken wij nu nog. Wij noemen dat natuurkunde. Voor Spinoza was dat heel anders. Spinoza stelde niet de vraag hoe werkt het, maar Spinoza vroeg zich af, hoe kun je gelukkig en goed leven? Een compleet andere vraag waar je natuurlijk ook heel veel intellect voor nodig hebt om te doorzien hoe de mens daarmee omgaat. Voor Spinoza was kennis macht. En niet zozeer macht om te heersen en alles te onderdrukken, maar macht ten goede. Hoe kun je kennis aanwenden zodat je macht over jezelf en macht over de maatschappij hebt om die ten goede te keren? En Spinoza zag daarbij dat alles samenhangt. Alles is onderdeel van alles. De mens, de aarde, ons zonnestelsel en het heelal daaromheen. Alles vertoont één grote samenhang, volgens Spinoza.
Wanneer je Spinoza's logica volgt, is de mens dus een onderdeel van het heelal. Niet slechts een onderdeel, maar gewoon een stukje van het heelal. Zoals wij nu weten dat de mens is gebouwd uit sterrenstof. Dat is een hele diepe gedachte. En om dat heelal om zich heen goed te bewaken, daar heeft de mens het verstand voor. Maar Spinoza leert ons dat de mens dat verstand niet altijd op de juiste manier gebruikt. Niet de reden, maar de emoties zijn vaak de baas. En niet zozeer positieve emoties, zoals liefde, maar haat, wraakzucht, hebzucht, de zeven hoofdzonden, zeg maar. Met verschrikkelijke gevolgen in de tijd van Spinoza en ook nu gruwelijke oorlogen. En tegenwoordig wat wij onszelf aandoen. Milieurampen, verdroging, de aarde stuk maken. En wat zien we vandaag de dag niet om ons heen? Spinoza leert ons dat kennis en inzicht nodig zijn om onze rol in dat hele grote geheel te begrijpen en te sturen. Maar zolang we ons laten leiden door die slechte emoties en niet door onze reden, komt daar niet zo heel veel van terecht. En kunnen we dingen stuk maken, en dat doen we ook. En hoe kwetsbaar de aarde is, dat zien we pas als we er afstand van nemen. Als we een stapje terug doen en zien welk klein onderdeel wij zijn van het geheel. Dan begrijp je pas wat Spinoza bedoelt. Na de uitgave van zijn boek Tractatus Theologico-Politicus, oftewel het Theologisch-Politiek Traktaat, verhuist Spinoza rond eind 1669 naar Den Haag. Hij voelt zich niet langer veilig in Voorburg na de haatcampagnes van het kerkelijk gezag tegen het traktaat en hemzelf. Den Haag was in de 17e eeuw een kleine stad met nog geen 18.000 inwoners. De stad werd niet alleen doorsneden met grachten, maar ook omgeven door grachten, die door stadhouder Prins Maurits als aanzet tot volledige vestingwerken waren aangelegd. Waarvan de geplande echte verdedigingswerken kwam uiteindelijk niets terecht. Den Haag bleef een open stad zonder stadsmuren. Door de aanwezigheid van de stadhouderlijk hof, de Staten-Generaal, buitenlandse diplomaten en niet te vergeten de buitenlandse adel, had Den Haag een veel aristocratischer karakter dan de meeste andere Nederlandse steden. Hoewel 18.000 inwoners niet echt veel is, viel Spinoza veel minder op dan in het piepkleine Voorburg. In Den Haag wordt Spinoza gedoogd. Hij weet dat hij hier geen direct gevaar zal lopen.
De Haagse Calvinistische overheid laat ook andersdenkende burgers veel ruimte. Maar vinden uiteindelijk wel dat de hooglijk godvergeten opinieën van Spinoza gecensureerd moeten worden. Maar naast veiligheid zoekt Spinoza ook de meer intellectuele omgeving. In de stad van zijn politieke geestverwant, Johan de Witt. Wat een contrast tussen het sobere onderkomen van Spinoza en dit magnifieke herenhuis. Ja, Spinoza leeft van het slijpen van lenzen en van giften van zijn vrienden. Hier woonde Johan de Witt, raadspensionaris. Machtigste man van de Republiek, in feite de president. Toch hebben de twee wel wat gemeen. Net als Spinoza was de Witt een overtuigd republikein. En net als Spinoza probeert de Witt de invloed van predikanten die een Oranje terug willen hebben als stadhouder tegen te werken. Of de twee elkaar ooit ontmoet hebben, of ze elkaar ooit gesproken hebben, we weten het niet. Wat we wel weten is dat wanneer Spinoza zich in Den Haag vestigt, het bewind van de Witt, het bewind van de zogenaamde ware vrijheid, op zijn laatste benen loopt. De Franse koning Lodewijk XIV begeeft zich in 1672 met een leger van 120.000 man noordwaarts om het Nederlandse protestanten, welgestelde en vrijheidslievende ongedierte uit te roeien. In no time zijn grote delen van Nederland door dit leger overlopen. Alleen het westen, met Den Haag en Amsterdam, blijft buitenschot. In de Nederlandse steden breekt paniek uit. De regenten zijn radeloos, het land reddeloos en het volk redeloos. De haat tegen de Republikeinen nam hysterische vormen aan. Aanvankelijk werken de raadspensionaris Johan de Witt en prins Willem III nou samen in het voeren van deze oorlog. Maar de verhoudingen tussen de heren verslechtert snel. Cornelis de Witt, Johans broer, wordt gearresteerd op verdenking van deelname aan een complot tegen het leven van Willem III. En hij wordt hier, in de gevangenpoort, ernstig onder handen genomen. Zijn schouders worden uit de kom getrokken. Zijn scheenbenen worden in klemmen gezet, maar hij geeft geen krimp. Tegelijkertijd verschijnen tientallen anonieme pamfletten waarin Johan ervan wordt beschuldigd de Republiek te willen uitleveren aan de Fransen. De macht van Willem groeit nu snel. Eerst krijgt hij het opperbevelschap van leger en vloot. Snel wordt hij ook door de Staten Holland en Zeeland benoemd tot stadhouder. Wanneer Johan zijn halfdode broer Cornelis komt opzoeken hier in de gevangenpoort, wordt die poort door een woedende menigte overvallen. De heren worden naar buiten getrokken, daar doodgeslagen en aan stukken gereten. Ultimi barbarorum, tuig van de richel. Erger dan barbaren zijn ze. Dit krijg je als je de reden verliest en alleen maar vanuit de onderbuik reageert. En dan is deze schanddaad ook nog gestimuleerd door de heren van Oranje. En niet te vergeten de predikanten. Het is God geklaagd en onvergeeflijk. Weg is de vrijheid. Afschuwelijk.
hier op het groene zootje, recht tegenover het binnenhof, hingen de ontzielde, kapotgesneden lichamen van de gebroeders De Wit. Dat moment markeert het definitieve einde van het stadhouderloze bewind, de periode van de ware vrijheid. Willem III zou de moordenaars later belonen. Die moordenaars kregen eindelijk waar ze al zo lang op hadden gehoopt. Weer een lid van het Huis van Oranje als stadhouder. In december 1673 roepen de Staten van Holland en West-Friesland op tot het nemen van maatregelen tegen de met godsdienst spottende boeken die onder valse titels waren gepubliceerd. Dus ook de Tractatus Theologico-Politicus van Spinoza. Uit veiligheidsoverwegingen werden de boeken gedrukt in 3 versies, met verschillende titels en onder naam van reeds overleden schrijvers. Het Hof van Holland gaat over tot vervolging. Het Tractatus Theologico-Politicus en andere werken worden verboden door de wereldlijke gezagsdragers. Dat alles onder druk van de gereformeerde kerk en door de kerkenraad van Amsterdam en Leiden. Den Haag zou spoedig volgen. Spinoza reageert niet rechtstreeks op de aanvallen. Hij wil geen woordenstrijd en geen openbaar geredetwist. Hij vindt dat zijn tegenstanders het niet waard zijn. Echter op één na. En wel met de grote Duitse filosoof en wiskundige Leibniz, die Spinoza in Den Haag bezoekt en zich zeer geïnteresseerd toont in het werk van de gevierde dokter en diepzinnig filosoof, zoals hij Spinoza noemt. Maar er ontstaat een verschil van inzicht. Leibniz vindt Spinoza's denkbeelden afschuwelijk, angstaanjagend en onverdraaglijk schaamteloos. Leibniz krijgt niet de door hem gevraagde kopie van de Ethica en vertrekt met lege handen. Hoewel de longproblemen verergeren, besteedt Spinoza nu zijn tijd aan het vervolmaken van de Ethica. In 1675 breidt Spinoza in Amsterdam bij zijn vriend en uitgever Rewards de uitgave voor van de inmiddels voltooide Ethica. Daar hoort hij dat op aandrang van de gereformeerde predikanten de wereldlijke gezagdragers zich gereed maken om in te grijpen. De aantijgingen zijn nog niet mals. De schrijver van het traktaat heeft een boek gereed over God en de menselijke geest dat nog gevaarlijker is dan zijn vorige. Het is de plicht van u en degene die met u de nieuwe republiek regeren erop toe te zien dat dit boek niet verschijnt. Want het is ongelooflijk hoeveel schade deze man de republiek reeds heeft berokkend met zijn pogingen de beginselen van ons allerheiligste geloof omver te werpen. Door onder andere deze aantijgingen stopt Spinoza de geplande uitgave van de Ethica en keert terug naar Den Haag. Kennelijk is men nog niet toe aan mijn filosofie, de ware vrijheid. Of is de mens te klein of te zwak om de waarheid te willen zien? Of neemt hij niet de moeite om zijn echte geluk te bereiken? Heeft hij angst voor de vrijheid? Kan hij die niet aan? Valt hij terug in zijn hartstochten en klampt hij zich vast aan bijgeloof? Ik zal het niet meer meemaken. Ik voel mijn tijd verglijden. Het enige waar ik op kan hopen is dat mijn werk nog eens gelezen zal worden. De vrije mens denkt niet aan de dood. Zijn wijsheid bestaat niet in het overdenken van de dood, maar van het leven. Die ochtend leek er nog niets aan de hand. Op 21 februari
1677. Het was een zondag. Spinoza's huisbaas had hem 's ochtends nog gezien. Hij was samen met een arts. Maar toen diezelfde huisbaas terugkwam van zijn gang naar de kerk, bleek Spinoza plotseling te zijn overleden. Nu leed Spinoza natuurlijk al lang aan zijn longen. Maar niets had er die ochtend op gewezen dat hij daar bijzonder last van had. En bovendien spoedig deden merkwaardige geruchten de ronde. Hij zou zijn vergiftigd. Maar door wie? Door die arts? We weten niet eens precies wie die bevriende arts precies was. Misschien is het wel passend voor een zo omstreden figuur als Spinoza was, dat dit soort verhalen zo snel de ronde deden. Inmiddels is natuurlijk veel veranderd. Spinoza wordt in Nederland en ver daarbuiten hoofdzakelijk bewonderd. Dat laat zich wel verklaren. Er zijn natuurlijk veel goede filosofen. Spinoza was een heel goede filosoof, maar Spinoza was ook nog eens een held. Een man die uitsluitend en alleen luisterde naar wat de reden hem vertelde. Een man die zich niet liet intimideren door de kerk, de staat, door wie dan ook. En bovendien, Spinoza schrijft over iets wat iedereen interesseert. Hoe word ik gelukkig? En typisch aan de manier waarop Spinoza die vraag beantwoordt, is dat hij die vraag zo'n sterke politieke lading geeft. Natuurlijk, Spinoza was een bewonderaar, een partijganger van De Wit, maar Spinoza keek verder. Want De Wit stond wel aan het hoofd van een aristocratie, een bewind van rijken. Maar Spinoza was een van de eerste filosofen die pleitte voor de democratie. Een bewind waarin het volk deelt in de macht. Maar aan die gedachte was die 17e-eeuwse republiek nog lang niet toe. Ook al zou de door mij gewezen weg tot het geluk zeer moeilijk begaanbaar zijn, toch kan men hem vinden. En echt waar, wat zelden wordt bereikt, moet moeilijk zijn. Waarom zou anders het geluk, als dat voor het grijpen lag en zonder moeite te pakken was, door bijna iedereen worden veronachtzaamd? Alles wat voortreffelijk is, is even moeilijk als zeldzaam. In het jaar 1654 zetten 23 Sefardische Joden uit Amsterdam voet aan wal in Amerika. Zij kwamen terecht in een nieuwe wereld. Een op alle gebied zich snel ontwikkelende maatschappij die open van structuur was en iedereen welkom. Deze maatschappij bood kansen voor nieuwkomers. Een ontluikende staat die zich ruim 100 jaar later zou baseren op de liberale democratie. Een idee afkomstig uit de Republiek Holland. Belichaamd
door een filosoof van Joodse afkomst, genaamd Spinoza. Spinoza's denken vormt een brug tussen het Jodendom en de verlichting. Verlichting die heel belangrijke 18e-eeuwse cultureel-filosofische stroming die ons denken zo heeft beïnvloed. Zaken als democratie, als gelijkheidsbeginsel, burgerrechten, mensenrechten zijn alle gebaseerd op de verlichting. De verlichting kan dan ook worden gezien, naar mijn mening, als een van de belangrijkste fundamenten van onze westerse maatschappij in de moderne tijd, waarvan dit land toch een prachtig voorbeeld is. Op 26 juli 1581 wordt in Den Haag de akte van verlatingen getekend. Het is de officiële verklaring van een aantal Nederlandse provinciën waarin zij de koning van Spanje afzetten als hun overheerser. Deze akte is de onafhankelijkheidsverklaring van de Nederlanden en heeft als model gediend voor de onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten, die zich hiermee op 4 juli 1776 afscheiden van Engeland. Met name het principe dat burgers het recht hebben hun vorst te verlaten als die de wetten en traditionele vrijheden van burgers niet respecteert, komt uit de akte van verlatingen. Ik sta hier voor het memorial voor Thomas Jefferson, de derde president van de Verenigde Staten. Maar belangrijker nog, een van de belangrijkste opstellers van de onafhankelijkheidsverklaring van dit land. In die onafhankelijkheidsverklaring zien we elementen van Spinoza terug. En dat verbaast niet, want de werken van Spinoza zijn terug te vinden in de bibliotheek van Jefferson in zijn landhuis Monticello in Virginia. Overigens moeten we Jefferson wel plaatsen in zijn tijd en omgeving, want hij was naast architect, naast kunstenaar, naast filosoof, was hij ook een slavenhouder. Het najagen van geluk, zoals hij had vastgelegd in de onafhankelijkheidsverklaring, was dus nog niet voorbestemd voor zijn zwarte medemens. Dat is pas later goed gekomen. En het is niet zonder ironie dat het memorial voor Martin Luther King hier recht tegenover staat. Dat laat onverlet dat met name in de Bill of Rights, ook een document waar je Jefferson's hand in kan lezen, dingen staan als vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienstuitoefening, zaken die duidelijk geïnspireerd zijn door Spinoza, die duidelijk een onderdeel zijn van de verlichting, waarvan uiteindelijk Spinoza een van de belangrijkste grondleggers was. Dus als Nederlands ambassadeur ben ik er dus trots op. Dan kan u zich voorstellen dat een Nederlands filosoof een van de inspiratoren was voor wat nu toch de machtigste democratie ter wereld mag worden genoemd.